Ik ben Hanneke Kennis dus en ik ben zaakvoerder van Bluewise. En met Bluewise begeleid ik organisaties om het gedrag van de medewerkers en de leidinggevende af te stemmen op de doelen van de organisatie en ook de interne samenwerking te bevorderen. Wat heeft gemaakt dat je die stap zette om freelancer te worden? De behoefte om eigenlijk op je eigen manier, de manier waarop jij vindt dat het beste werkt, maximaal te beantwoorden aan de kwaliteit die de klant vraagt. Ja. Kan je je ei kwijt? Is het makkelijk om aan opdrachten te komen, om met organisaties aan de slag te gaan? Ja, het is een dubbele vraag, omdat kun je je ei kwijt? Daarin hoor ik dat je echt je eigen ding kunt doen. Dus dat je echt kunt projecten maken en bouwen rond je expertise en de manier waarop dat jij het graag ziet. Maar dat maakt natuurlijk moeilijker om een breed gamma aan klanten te vinden. Dan moet je eigenlijk harder zoeken naar een match tussen iemand die ook echt voor uw visie gewonnen is. Maar als je ze dan gevonden hebt, is dat natuurlijk des te mooier. We hebben de coronacrisis gehad. Heeft dat impact gehad op jouw business? Absoluut. In de zin dat alles wat ik doe te maken heeft met groepen. Mm-hmm. Groepen bij elkaar brengen, interactie creëren, opleidingen geven, projecten doen. Dus zodra dat er sprake was van COVID, zelfs voor de lockdown, zelfs de laatste week van februari, hebben klanten hun opleidingen stopgezet. Als je één tip wilt meegeven aan freelancers, probeer echt een formule of een aanpak uit te werken die echt definieert wie jij bent. Dat maakt gewoon de uitvoering van de job zoveel interessanter en boeiender.